Beste ouders van groep 4, welkom in de klas. Ik ben meester Simon, ik ben 42 jaar oud, ik heb een dochter van 9, Carmen Celeste. Ik vind het ontzettend fijn om in groep 4 te kunnen werken, ik vind het ontzettend fijn om hier op school te kunnen werken. Ik vind thematisch werk ontzettend leuk om te doen, daar word ik heel blij. Net als vorig jaar zullen wij in de klas werken met thema's. Het thema waar we dit jaar mee beginnen is pluk. Pluk van de pettenflat. Pluk woont bij ons in het lokaal, in zijn eigen torenkamertje. En mevrouw Helderder, die woont ook bij ons in het lokaal. Mevrouw Helderder houdt van netjes. Ook dit jaar kunnen de kinderen tijdens spelen, tijdens thema kiesbord, werken met de Lego waar we nu bouwen aan prachtige kraanwagens voor Pluk. Er wordt gewerkt met de blokken. We hebben een geweldige, fijne leeshoek met heel veel boeken. Lezen is super belangrijk, dus laat uw kind lekker veel lezen. Ga lekker samen naar de bieb. En kies leuke boeken uit die dat kind graag zelf wil lezen. Dan het rooster. Op de woensdag en op de vrijdagochtend hebben de kinderen gym. Ze moeten een t-shirt meenemen, een korte broek en gymschoenen. Een lange broek mag ook als het maar een sportbroek is. We gaan dit jaar niet douchen. Hebben we als school besloten dat het te veel onderwijstijd kost. Alleen in groep 8 wordt gedoucht. Op maandag en dinsdag heb ik hulp van meester Bart. Meester Bart gaat met een kleine groep kinderen aan de slag om begrijpend lezen met ze te oefenen. Op de donderdag heb ik in mijn klas juf Evelien. En juf Evelien helpt mij met de instructie voor de kinderen. Dat is heel fijn, want dan kunnen er meer kinderen geholpen worden. Verder huiswerk. De kinderen krijgen buiten een rekenles, staat er elke dag online een Ginzi-les beschikbaar voor de kinderen die ze thuis kunnen oefenen. Tot nu toe is er nog niet door heel erg veel kinderen geoefend op Ginzi. Vergeet niet bij Ginzi in te loggen. Het zijn dezelfde inloggegevens als vorig jaar. De naam van uw kind met een 3 en dan de cijfercode die ze hebben gekregen. Mocht u het niet meer weten, dan kan ik de cijfercode voor u opzoeken. Verder zullen ze regelmatig spellingshuiswerk meekrijgen, wat ze thuis kunnen oefenen, het liefst samen met u. Het allerbelangrijkste huiswerk wat ik kan bedenken is lezen. Probeer veel met uw kind te lezen. Ga gezellig samen naar de bieb. Lees uw kind voor, superbelangrijk. En laat uw kind boeken kiezen die het kind graag wil lezen. In groep 4 werken de kinderen wat vaker aan een tafel, wat vaker in een schrift. Er is wat minder spelen, de kinderen zijn wat groter. Maar we proberen nog heel veel ruimte te maken voor spelen bij het thema. De kinderen werken uiteraard in niveaugroepen. Kinderen zullen op hun eigen niveau werken, zodat zij het optimale uit de les kunnen gaan halen. Communicatie zal voortaan allemaal gaan via Social Schools. De mobiele telefoon wordt niet meer gebruikt. Via Social Schools kunt u mij berichten sturen, kunt u aangeven of uw kind ziek is. Maar ik zal ook de berichten op Social Schools zetten die voor u belangrijk zijn. Als u vragen heeft, kom gerust naar me toe na schooltijd. Ik ben bijna iedere dag buitenschool met de kinderen en heb ik tijd om uw vraag te beantwoorden. Als ik geen tijd heb, maak ik een nieuwe afspraak met u.